Ja, op dit moment heb ik een eerste voorschotfactuur gekregen omdat ik veranderd ben van energieleverancier. En die zou nu €994 per maand bedragen. En de vraag is ook, is het voldoende? Voor hetzelfde geld krijg je een afrekening en zijn zelfs die bedragen nog niet voldoende om je factuur, je afrekening op nul te krijgen, hè? Dus, En als je dan een jaar geleden bekijkt, dan was €150 gas en elektriciteit samen voldoende. Qua afrekening zaten we eigenlijk goed. Maar het zijn vooral de gastarieven, hè, die waanzinnig gestegen zijn en blijven stijgen. Dus we hebben twee kinderen, zoon van 32, dochter van 30. Die willen denk ik ook wel vooruit in het leven. Die hebben een vaste job, die doen volgens mij wat dat ze moeten doen. Ik denk als je als werkende mens een vast inkomen hebt, dat de bedoeling is dat je ook in je vrije tijd je nog een keer iets kunt permitteren. En ik vrees daar een beetje voor jonge mensen. Als die facturen zo blijven stijgen, dat die in de problemen gaan komen. Wat zou er moeten gebeuren? Dat die tarieven zeker zo niet de pan uitswingen. Duidelijker naar de mensen toe van waar dat allemaal blijft komen. Want als je dan ziet dat er dan bepaalde, ik weet dat niet, zoals Engie en zo, dat vernoemd wordt, die dan ik weet niet welke winsten maken, dan begrijp ik het niet goed als gewone burger van hoe kan dat? Van waar komt dat? Wie neemt die beslissingen? Ja, lijkt me niet duidelijk. Ik denk dat zo goed als de ganse bevolking, als dat zo blijft verder gaan, echt hulp nodig heeft. Juiste maatregelen die ze volgens mij zouden moeten kunnen treffen. Je hoort vaak van, er wordt geld daarin gestoken en daarin gestoken. Ik heb daar af en toe een probleem mee dat er bepaalde dingen misschien dan minder steun moeten krijgen en dat ze meer aandacht hier moeten voor hebben. Want hoeveel procent van de bevolking gaat op deze manier in de problemen geraken, financieel? En welke gevolgen gaat dat hebben? Mensen gaan misschien het niet meer zien zitten, niet meer weten hoe dat ze bepaalde dingen moeten blijven betalen, hoe dat ze moeten rondkomen. Spaarcenten geraken op. Ja, boodschap naar de ministers toe, naar de regering toe. Er moeten maatregelen komen, maar maatregelen waar de bevolking mee geholpen is. Hè. Want anders...